Nu maak ik voor jullie de Genever Sensation. Een eigen creatie en een longdrink met een laag alcoholgehalte. En wat hebben we daar precies voor nodig? We starten met een aanmakkelijk gemaakte Genever. Als tweede ingrediënt gebruiken we vlierbesbloesemlikeur. En deze kan je vinden in de meeste grootwarenhuizen. Wat belangrijk is, is ijskoude lindenthee. Vloeibare suiker. En dit recept kan je vinden op niam.tv. Twee delen suiker op één deel water. En afwerken doen we met een stokje zoethout. En we serveren de Genever Sensation in dit landdrinkglas. Hoe gaan we te werk? We starten met onze ambachtelijke Genever. Daar gebruiken we 3 centiliter van. Onze likeur van vlierbesbloesem, daar gebruiken we 2 centiliter van. Die geeft zowat de zoete toets in de cocktail. 8 centiliter lindenthee. Het is belangrijk dat die koud is, anders gaan we te veel smeltwater krijgen van onze ijsblokjes. En 2 centiliter vloeibare suiker. Dan gaan we eventjes alles goed roeren. En dan vullen we ons glas gewoon op met ijsblokjes. We werken af met een plekje zoethout. En hier hebben we dan onze Genever Sensation. Toch wel wat zoet, heerlijk fris, perfecte combinatie. Cheers.